Van harte welkom bij weer een nieuw seizoen FC Emmen TV op Podium TV. Met vandaag een uitgebreide terugblik op de voorbereiding voor het seizoen 2015-2016. En natuurlijk een terugblik op de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Veel nieuwe gezichten op de eerste training van FC Emmen op maandag 29 juni. Want dan begint voor FC Emmen het seizoen 2015-2016. Met niet alleen nieuwe spelers, maar ook een nieuwe technische staf. Hoofdcoach Marcel Keizer met zijn assistenten Gert Heerkes en René Grummel laat de ploeg veel oefeningen met de bal doen. Keizer is tevreden na de eerste training. Ja, tevreden over de inzet van de mannen. Dus dat ging allemaal goed. Nou goed, even balgevoel terugkrijgen en al dat soort dingen hoort er natuurlijk ook bij. Maar over het geheel genomen tevreden. Hoe ben je deze eerste training begonnen? Wat was het doel van deze training? Nou, 1 opstarten. En 2 al ietsje duidelijk willen maken in de mogelijkheden die er liggen in de opbouw. En tegenpartij verdedigend heeft het goed neergezet. Dus prima. En FC Emmen heeft een aantal oefenwedstrijden ingepland. En al vrij vroeg wacht bekerwinnaar FC Groningen. Maar ook de belofte van Schalke 04 en de Graafschap zijn sparringpartners. Maar FC Emmen begint natuurlijk traditioneel tegen Bargeres. De wedstrijd begint een paar uur later vanwege de hitte, maar toch zijn er genoeg supporters nieuwsgierig met welke 11 spelers Marcel Keizer gaat beginnen. We zien een aantal vertrouwde namen in de basis, maar ook een aantal nieuwe gezichten krijgen natuurlijk een kans. En als dan de groepsfoto is gemaakt, kan de wedstrijd beginnen. En Emma kan al vroeg aan de leiding komen, maar Boy Deul heeft het vizier nog niet scherp staan. Het blijft dus nog even 0-0, maar lang zal die stand niet blijven staan. Want dit is Eriksson Danso van FC Dordrecht overgenomen. En hij scoort de allereerste treffer voor FC Emmen in het seizoen 2015-2016. En Emmen heeft er zin in, want hier is de laatste treffer in de maak van Arjen Agenau. Hij scoorde maar liefst 5 keer. Emmen wint met 12-0 en Arjen Agenau geeft zijn visitekaartje af. Ja, dat denk ik wel. Als je zo mag beginnen, dat is zeker lekker, ja. Ja, het ging goed? Ja, het ging wel redelijk. Ik was wel vermoeid uit de blaas, maar als je 5 keer scoort, dan in de eerste wedstrijd mag je tevreden zijn. Nee. Als ik zeg dat je vandaag 8 keer had kunnen, misschien wel moeten scoren, heb ik dan gelijk? Dan heb je gelijk, ja. Maar ja, als je alle kansen erin schiet, dan ben je een hele grote. En, je had gelijk, ja. Je had nog 1 ingekund. Hoe was het de eerste week voor je? Je bent nu officieel echt speler, hè, van FC Emmen. Hoe is de eerste week bevallen? Ja, goed. We hebben elke dag getraind en het was wel warm, maar... op zich, ik heb lekker getraind, vind ik zelf. En ik denk als je zo de week afsluit met 5 doelpunten, dat het heel mooi is. Ja, nieuwe trainer. Begin je dan ook extra gemotiveerd als een wedstrijd? Ja, weet je, nieuwe trainer, dan moet je altijd je opnieuw weer bewijzen en je plekje verdienen. Hè. Dus je gaat altijd wel volle bak. En, ik hoop dat ik me vandaag als een goed visitekaartje heb laten zien. In Veendam is FC Groningen de eerste serieuze tegenstander in de voorbereiding. En deze supporter ziet een oude bekende op het veld staan. Rick ten Voor is teruggekeerd op het oude nest. Maar hoe gaat het eigenlijk met hem? Ja, dankjewel. Gaat prima. Ik ben fit. Nu even wat last van de knie, maar verder gaat het. Nou, ik ben goed fit, dus ja, goed. FC Groningen komt al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar uit deze strafschop van Marnix Kolder wordt de gelijkmaker gemaakt. 1-1, maar FC Groningen is toch een maatje te groot. En uiteindelijk wordt het hier 5-1. Ja, dat heet dan een leerzame oefenwedstrijd. Ja, dat zeggen ze altijd, hè? dat de leerzame wedstrijden zijn. Dus, en dat is ook zo. En wat heb je geleerd? Nou, dat wij er nog lang niet zijn. We hebben fysiek gedaan wat we moesten doen. Iedereen heeft de minuten gemaakt die hij moest maken. We hebben een aantal jonge jongens ook bewust niet opgesteld vandaag. Dus daar is niks mis mee. Groningen is veel verder, maar ook breder. Dus ja, dat zie je dan ook in het verloop van zo'n wedstrijd. Dus... En dan vind ik nog steeds dat als we naar ons spel kijken, dat we eigenlijk nog te weinig uitgehaald hebben. Want je moet altijd naar jezelf kijken. En, dus dat moet beter, maar dat gaat ook wel gebeuren. Ja, je geeft eigenlijk de treffers te makkelijk weg, hè? Want bijna alle treffers waren cadeautjes. Ja, maar goed, aan de andere kant zal Groningen zeggen dat door hun druk komt, bij wijze van spreken. Dus dat is ook niet zo erg. Maar we moeten daar zeker naar kijken. En goed, het gaat mij meer om dat ik vandaag wel gehoopt had dat we iets meer in het veldspel mee zouden doen. Werd in januari QNS al als nieuwe hoofdsponsor vastgelegd. Tijdens de voorbereidingen worden Puntadvocaten en Noordlease als nieuwe rugsponsors gepresenteerd.
Noordi steekt een contract voor meerdere seizoenen en daar spreekt dus vertrouwen uit. Absoluut, dat is vertrouwen wat we hebben in Emmen. Wat we daarnaast ook vinden met sportsponsoring, als je voordeel wilde hebben van een stuk exposure, moet je dat ook minimaal 3 jaar doen. Henk, ik wil deze wel, hè? Gelukkig is dat Wim Beekman is technisch verantwoordelijk. Ik ben commercieel verantwoordelijk. Wim technisch, dus dat lost Wim maar op. Hij had beter naar Wim kunnen vragen. Hij had beter Wim kunnen roepen, inderdaad. Hey, kunstgras. Dat zijn we gewend. En dus test Kabialo even het kunstgras bij QNS. Ja. Oh, jongens, wat goed. Zo, dat wordt straftraining. Maar ondanks de straftraining is Kabialo gewoon van de partij tijdens de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In Doetinchem is nieuwbakken eredivisionist De Graafschap de tegenstander. Emmen geeft De Graafschap uitstekend partij, maar de Doetinchemmers nemen in de tweede helft wel de leiding door een ongelukkig eigen doelpunt van Johan Kulhan. Maar vlak voor tijd maakt de topscorer van de voorbereiding, Arjen Hagenouw, de verdiende gelijkmaker. De wedstrijd eindigt in 1-1. En bij Emmen staat aanwinst Dennis Telgenkamp onder de lat. Maar is de Van Heracles overgenomen doelman nu de eerste keus? Ja. Was dat een moeilijke keuze? Ja. Waarom? Nou, omdat we twee volwaardige Jupiler League keepers hebben. En dat is een luxe positie. Dus dan moet je dat eerst even aankijken. En Marco heeft in het begin veel gekiept. Later heeft Dennis er 1 gekiept. Hebben ze allebei een halve. En op een gegeven moment moet je ook duidelijkheid scheppen. En dat hebben we van de week gedaan. Wat heeft dan de doorslag gebracht? Het voetballende gedeelte van Dennis, dat hij makkelijker meevoetbalt. En ja, in de coaching is het in Nederlands natuurlijk makkelijker voor Dennis. Dus nou ja, die twee dingetjes eigenlijk. Ja, ik ben hier natuurlijk wel naartoe gekomen om te keepen en om te spelen. Maar garanties kreeg je nooit. En de eerste 2 weken, 3 weken bijna, zijn goed bevallen. Van beide kanten, dus dat is goed. Ja, wanneer hoor je het? Gisteren eigenlijk hoorde ik de opstelling en toen ging ik er ook al vanuit dat het zover was, zeg maar. En daar ben ik hartstikke blij mee. Wat wil je bereiken met hem? Ja, ik wil sowieso meedoen om de play-offs. Ik heb vorig jaar het ook in de gaten gehouden, ook van Emmen. En dat is gewoon mooi als je dat kunt spelen. En daar gaan we gewoon voor en zo hoog mogelijk meedoen. Goed voetbal spelen vind ik ook wel belangrijk, want daar hou ik gewoon van. En de trainer ook, dus dat is een goede combinatie. Nou, het belangrijkste is dat we met z'n allen bezig zijn met iets en dat we 6 weken aan de gang zijn. En de belangrijkste tegenslag is de blessure van Siegman. Ja. En zeker in een kleine groep is dat natuurlijk, dat komt wel even aan. En vandaag ook, er werd wel pittig gespeeld vandaag, dus dat is ook prima. Maar je hoopt wel dat iedereen er heel uitkomt. Dus het is nog even kijken naar Johan Koelans neus. Maar als dat goed is, dan denk ik dat we er redelijk uitgekomen zijn. Ja, maar dat is het verhaal, denk ik. Hè? Je hebt wel een hele smalle basis nu. Ja, maar iedereen weet dat er nog wat bij moet komen. En we zijn niet in paniek. We hebben ook nog jongens achter zitten. Het zijn jonge jongens. Maar als die moeten spelen, gaan ze gewoon spelen. Geen probleem. Heb je zin aan volgende week dat het eindelijk voor het echt mag? Ja, sowieso. Ik denk iedereen wel. En spelers, trainers, iedereen om het team heen. Hè? Je bent 6 weken bezig en dan hoop je dat je... Dan vind je het altijd lekker om weer te beginnen. En laat het maar van start gaan. En met de nieuwe kleren van schoonmaker Mannenmode kan het seizoen beginnen. Ik voel me hier prettiger bij dan strak in het pak. Deze kleding is geweldig. Ik ben blij dat ik geen stropdas hoef te strikken. Niet meer strak in het pak, maar wel zonder verdediger Tim Siegman zal FC Emmen aan het seizoen beginnen. Siegman is langdurig uitgeschakeld vanwege een schouderblessure. Maar in de eerste wedstrijd tegen FC Os wordt hij niet echt gemist. Althans als je de uitslag bekijkt. Emmen wint met 3-0. En met name die eerste treffer van Boydul was prachtig. Ja, zeker. Ik kreeg die bal van Rick. Ronde 16. Ik maakte mezelf even goed vrij. En dus was maar 1 ding, uithalen. Ja, en strak in de kruising. Ja, zeker. Ik moest wel direct denken aan Roda JC, want dat was zeg maar je laatste wedstrijd, een officiële wedstrijd voor FCM. En toen schoot je hem ook al zo snoeihard in de hoek. Ja, klopt. Alleen die was meer van de punt van de 16. En die was misschien wel wat mooier, maar deze was ook mooi. En voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Dordrecht zijn de verwachtingen hoog gespannen. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, waar eindigt FCM aan het einde van het seizoen, wat denkt u? Ja, ik hoop net zo hoog als vorig jaar. Ja, het was wel mooi vorig jaar. Hartstikke mooi, ja.
Nou, ik verwacht er echt wel wat van. En zeker de linkerrij. En ja, ik verwacht eigenlijk gewoon dat we een na-competitie halen. Dat is goed bevallen vorig jaar, hè? Ja. Ja, nee, maar dan leeft het ook weer. En dat is natuurlijk een hele poos weg geweest. Ja, de verwachtingen zijn wel toch wel redelijk hoog gespannen. Maar ik denk dat je heel realistisch moet zijn dat je de eerste 5 zal lastig worden. Maar ik verwacht tussen de 5 en de 10. Dus na competitieplek, daar mag je voor gaan, daar moet je voor gaan. En daar reken ik ook op. En een goed seizoen is ook goed voor de merchandising. Nou, ik verwacht toch bij de top 5. Ja, dat hoor ik vaker. Hè? Top 5, linker rijtje, play-offs, dat moet lukken? Ja, play-offs moet sowieso lukken. Ja, daar gaan we vanuit. En ook de stewards geloven in een goed seizoen. Ik hoop dat we zo ver mogelijk in de top meedraaien. Ja, en dan hoor ik heel veel mensen roepen linker rijtje en play-offs. Bent u dat ook? Nou, als ik ken, graag. Ja hoor, graag. En is het realistisch, denkt u? Nou, moet kunnen, hè? Ja. Moet kunnen. Als ik kampioen word. Kampioen? Ja. Ik hoor iedereen linker rijtje, 5e plek, play-offs. Maar jij gaat gewoon voor het kampioenschap? Ja. Nou, ik denk weer bij de bovenste 4. Bij de bovenste 4 zelfs? Ja. Ja, dat ik een beetje inschat, ja. Dat betekent dus weer play-offs. En ja, we hebben vorig jaar gezien dat Emmen er heel dichtbij was, hè? Ja, zeker. Dat is alleen jammer op 1 goal, hè. Tegen Roda JC, dat is jammer. Echt jammer. En FC Emmen stelt het publiek niet teleur, want Dordrecht wordt met 1-0 verslagen. Eriksson Danso scoort tegen zijn oude club. En na vorige week FC Os kun je zeggen dat er wederom een directe concurrent wordt verslagen. Ja, directe concurrent weet ik niet. Maar we hebben 2 keer de punten gehaald, dat is belangrijk. Wat maakt er vandaag een verschil tegen Dordrecht? Nou goed, misschien dat wij... Ja, wij hebben wel wat vaker vooruit gespeeld. En ik denk dat Dordrecht wat gewacht heeft. En wij hebben... Ja, wij moesten het spel maken, dat is ook helemaal niet erg thuis. En zij mogen dat ook gewoon doen, ze hebben snelle jongens voorin. Dus moet je erg op je hoede zijn. Ik vond dat we dat goed gedaan hebben. Ze zijn er een paar keer uit geweest. En ze zijn een aantal keer gevaarlijk geweest. Er zijn ook een aantal momenten geweest dat we de drukte niet op konden krijgen. En dan zag je ook meteen dat zij ook goed konden voetballen. Maar uiteindelijk, ja, doelpunten bepalen wedstrijden. En dus als je dat vraagt, dan is 1, het doelpunt van Eriksson belangrijk. En 2, hoe we daarna verdedigd hebben. Dat is prima. Ja, dit is fantastisch. Dit is hoe je het seizoen wil beginnen. En daar zijn we heel blij mee, 6 punten. Nou, zit ook alles mee, heb ik het idee, op dit moment, hè? Ja. Je dwingt er wel zelf af, maar het zit ook niet tegen. Nee, ja, zo kun je het zien. Maar volgens mij staat het team wat voor elkaar geknokt heeft tot 2 maal toe vorige week en vandaag. En ik zeg maar zo inderdaad, dat hebben we gewoon afgedwongen. En ik denk dat we niks gestolen hebben. Nee, en dan maakt Eriksson ook nog eens tegen zijn oude ploeg die treffer. Ja, dat is niet alleen voor hem lekker, maar voor de hele ploeg natuurlijk. Hè. Maar voor hem misschien wel extra. Ja, ik denk dat hij was de hele week, het was wel duidelijk dat hij heel graag wou vandaag. En iedereen is blij voor hem. Eruit op mijn team. En ik denk dat Eriksson vooral blij is dat we de 3 punten gewonnen hebben. Ja, zeker. Tegen mijn oude club en de 1-0 was een belangrijke goal. So, ja. Maar we hebben het met het hele team gedaan. We hebben echt goed verdedigd, vind ik. Op het laatste dat stond een beetje onder druk. En iedereen heeft echt hard gestreden. En dat, compliment naar het hele team, niet alleen naar mij. Ja, want wou ik ook tegen je zeggen, er stond echt een ploeg vandaag, hè? En misschien nog wel meer dan vorige week. Ja, we groeien ook als team. Vandaag vond ik dat we wel een beetje slordig waren, vooral de eerste helft. Het was even zoeken. Maar ik vind dat de tweede helft we het goed hebben opgepakt. En dat we toen echt groeiden in de wedstrijd. En alleen het laatste moment, de laatste periode, de laatste fase van de wedstrijd, stond een beetje onder druk. Maar ja, nu gingen alles of niet spelen, dus dat is best normaal. Ja, en Telgenkamp pakt echt een geweldige bal, die koppel die hij van de lijn plukt. Ja, dat geluk moet je dan ook even hebben, hè? Ja, precies zoals ik al aangaf, we doen het met het hele team. Een hele goede keeper, dus die hebben we ook nodig natuurlijk. Het is niet één speler die het doet, dus compliment naar het hele team. Maar die jongens hebben vandaag keihard gewerkt en dat is wel mooi dat ik dan ook nog mee kan helpen. Ja, je had misschien iets minder druk dan vorige week, maar wanneer was het? Een kwartier voor tijd, 20 minuten voor tijd, een kopbal. Ik had hem al geteld, maar je plukte hem echt van de lijn. Ja, dat klopt. Ja. Ik stond niet helemaal klaar eigenlijk en ik had ook niet verwacht dat hij daar zou koppen. Dus uit de reflex pak ik hem. Dus nee, dat is mooi. Ik zit nou even mee. Dus daar moeten we gebruik van maken en zorgen dat we die lijn door kunnen trekken. En dat is gewoon hartstikke fijn voetbal ook. Het begin was een beetje lastig en ook voor beide ploegen. Wedstrijd kwam een beetje moeilijk op gang. Maar gaandeweg die eerste helft werd het gewoon een hele open wedstrijd met kansen aan beide kanten. Ja, nee, dat klopt. We waren even aan het zoeken in het begin.
Maar ze werden niet heel gevaarlijk, behalve die omhaal eigenlijk op de lat. Gewoon een geweldige actie van die jongen. Maar eigenlijk hebben ze niet echt grote kansen gehad. Wij misschien één of twee. Het was gewoon een beetje aan het zoeken. Na de tweede helft scoor je die goal. Dat voetbalt wel niet makkelijker, maar toch, we moeten daar komen. Ja, wij hoeven daar niet meer zo nodig, dus dat is wel prettig. Als je op vrijdag voetbalt en je wint, dan heb je een lekker weekend, hè? Ja, dat is beter dan dat je een keer wat laat liggen, ja. Volgende week in FC Emmen TV spreken we met de geblesseerde Tim Siekman. Hebben we het over de nieuwe Jan van Beveren tribune. En proberen we antwoord te geven op de vraag, wie is Bartje? En dit was FC Emmen TV van deze week. Volgende week maandag 24 augustus zijn we weer terug. Ik dank u hartelijk voor het kijken en graag tot volgende week.